geven. Je kunt heel moeilijk jezelf een bloemetje geven. Dus dat doe ik. Niet mezelf, maar jou. Astrid was projectleider. Nou, dat mag wel duidelijk zijn met zoveel overzicht. Het was een rollercoaster. En dat is uiteindelijk geresulteerd in het kleine weeshuis. Nou, we hebben gekozen voor de 17e eeuw. Want zoals u misschien wel weet, is het burgerweeshuis hier 4 eeuwen lang geweest. Maar we hebben juist die ene eeuw gekozen omdat er op dat moment ruim 900 weeskinderen in dit gebouwencomplex rondliepen. Dat werd nog te weinig verteld in ons museum. Dus we wilden heel graag een presentatie maken waar we aandacht hadden voor de geschiedenis van het weeshuis. Daarnaast wilden we iets bijzonders doen voor families met kinderen. Dus ontzettend gefeliciteerd met het geweldige product voor het hele team. En via jou dus de bloemen aan eigenlijk dat hele geweldige team. Dankjewel. En het is ook speciaal omdat het heel bijzonder is om zo ver terug te kijken in het verleden naar hoe kinderen toen leefden als ze, om welke reden dan ook, niet meer thuis konden wonen. Ik hoop dat jullie net zo'n zin hebben als ik om zo meteen na de officiële opening in het kleine weeshuis te gaan kijken. Luus en ik zijn er klaar voor. Zijn jullie er ook klaar voor? Ja! Ik zie een kaartje op de grond liggen. Van wie is die? Oké, let op de kaarten. Dan ga ik nou aftellen. En als Luus de ballon loslaat, mogen jullie die ook allemaal loslaten. Allemaal tegelijk. Als je het huis verlaat, dan geef je de penning mee en als je terug is, weet je het uit.